Ja, het ging eigenlijk heel goed. Uit de start reden we meteen naar de kop. Want normaal doet de kost dat altijd achter vak. En ik had tegen mijn opa gezegd, ik kan het maar net zo goed zelf doen. Anders moeten we daar achteraan. En ja, we hebben een stevig tempo opgelegd. En eigenlijk alleen kost volgden tot en met het einde. Vanaf de helft werd het echt zwaar. En gelukkig hield ik het vol. Was het publiek geheim dat je Nederlands kampioen ging worden? Nou ja, misschien leek het een beetje zo, maar je moet het altijd nog maar doen. En wat ik zeg, juist omdat we dat tempo zelf zo hard oplegden, was de tweede helft echt zwaar. En toen kreeg ik 22 ronden voor het einde nog een lekker band. En dan moet je binnen een rondje of 6, 7 wisselen. En ik was 5 ronden later alweer terug, want mijn vader had reservefiets klaarstaan. Maar dan ben je 5 rondjes eruit, uit het ritme. Ja, en dan moet je nog een rondje of 17 eigenlijk sprinten tegen koers om de overwinning. Ja, en als je dan net uit het ritme bent, dan deel al even zeer. Misschien een dom vraag, maar was dit je eerste titel op de derde of heb je er al meer gehaald? Nee, dit was de eerste keer, 3 jaar terug geloof ik. Ik was eerstejaars, 18 jaar. Dus ik tweede achter Joop Seilaert, de bekende Joop. En met Kreder. En nu samen met mijn opa gewonnen, dat is wel speciaal. Je zegt het al samen met je opa, dat is je gangmaker. Hoe is dat, dat je opa je gangmaker is? Ja, dat is natuurlijk extra leuk. Die ken je natuurlijk van jongs aan. En je kent elkaar door en door. En die weet ook mijn stijl van rijden en wat ik wel en niet kan. En dat is natuurlijk gewoon super. Hij is al een tijdje met de fut en ik kan samen trainen. En dan altijd samen trainen en dan met je eigen opa winnen. Dat is ideaal. Zie je dat ook als voordeel dat je hem al vanaf kleins af aan kent? Dus heb je als voordeel ten opzichte van andere renners misschien die een nieuwe gangmaker hebben? Ja, zeker. Bijvoorbeeld Bart Harmsen, die rent met een Duitser. Ja, als je elkaar amper verstaat, dan is de communicatie niet zo makkelijk als dat je eigen opa is. Je opa heeft wereldtitels behaald. Kijk je ook een beetje tegen hem op? Ja, als je die beelden van vroeger wel eens hebt gezien, dan zit er in Zuid-Amerika 50.000 man voor hem te juichen. En dat is wel speciaal. En ik hoop dat ik ook weer op dat niveau kan komen. In de voorbereiding ben je gevallen. Hoe ging dat? Ja, we waren even aan het trainen op de topsnelheid, zeg maar, tegen de 70 aan het uur. En toen viel het brommetje uit. En als dat ding uitvalt met die snelheid, dan kreeg je kant op. Toen klapte ik erop. Maar ik had een heel klein beetje brandwonden. En als je fit bent, herstel je snel. Dus. Je zei net 50.000 man in Zuid-Amerika. Nu is dat niet het geval. Hoe vind je dat? Dat het toch weinig toeschouwers trekt? Ja, het is aan de ene kant wel jammer natuurlijk. Want het is altijd leuker om voor veel publiek te rijden. Maar je ziet het in de zesdaagse, zoals Rotterdam, heb je toch de laatste avond ook een vol ahoy. En het is wel weer in opgang de laatste jaren. En ik hoop natuurlijk wel dat het door blijft gaan. Dat is ook in mijn eigen voordeel. Je Nederlandse titel, is dat nou echt kan het op jouw konto geschreven worden? Of is dat ook een deel van dankzij je opa? Ja, uiteraard ook een deeltje dankzij mijn opa. Maar ik moet toch trappen. Want die andere jongens die waren ook gangmakers. Maar die trappen niet hard genoeg. Dankjewel.